Ja, heel even. Over die Bosma, kamervoorzitter. Ja. En dat ik Kentikoti, hoe dat ook heet. Ja, wat een toestand is dat al niet. Een hele, hele tijd. En ik denk bij mezelf de hele tijd maar van... Ja, maar bijvoorbeeld die burgemeester van Amsterdam, die Femke Halsma... Die heeft dus toch ook in de afgelopen tijd jaren wel eens rare dingen gedaan of... He, of rare dingen gezegd, waarvan iedereen dacht, hallo, hé, ja, ja. Maar daarmee was het toch niet zo dat ze dat niet meer werd uitgenodigd voor officiële gelegenheden? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus die Halsema, die verschijnt gewoon overal. En dat hoort ook zo, dat moet ook zo. Ja, want zij is gewoon de burgemeester. Ja, zij is het instituut. Die nodig je uit. Je nodigt niet de Halsema uit vanwege haar persoonlijke dingetjes. Dat ze met een sjaaltje stond mee te protesteren tijdens corona. Kan je nog herinneren? Heel vreemd, maar je moet haar blijven uitnodigen. En datzelfde geldt eigenlijk nu voor die Bosma. Bosma die heeft... Er zijn allerlei niet zulke aardige dingen gezegd over het slavernijverleden. Maar dan nog, hij heeft ze gewoon uitgesproken en dat was het dan. Niet eens als Kamervoorzitter. Nee, dat was daarvoor. En nu zou die dan moeten komen dan, bij die Kentikoti of Koti. En dan willen ze hem niet hebben. Terwijl er misschien een heleboel andere mensen daar verschijnen. Ja, straks. Die staan daar, of die staan daar te huichelen, of hebben andere rare dingen gezegd of gedaan, die wij niet eens weten. En dat is allemaal wel oké. Hij is daar gewoon, die Bosma komt daar gewoon als het instituut Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer. En klaar. En het enige zwakke aan dit hele verhaal is niet, het is niet, die Kentikoti die wil hem niet zien, dat is ook al niet sterk, helemaal niet, maar Bosma zelf, die had gewoon pootstijf moeten houden en gewoon moeten gaan. Ja, die had gewoon naar niemand en niets moeten luisteren. Nee, die had gewoon moeten zeggen, ja luister, alle geneuzel aan de andere kant. Ik ga gewoon, ik kom. Ja, dat had hij moeten doen. En nu blijft hij weg. Zwak. Ook niet goed voor het aanzien van de voorzitter van de Tweede Kamer. Niet goed voor het instituut. Ook niet, ja, voor het geheel. Dat doet afbreuk. Het feit dat hij niet gaat. Hij had gewoon moeten... Nee, ja, Bosma. Je had gewoon moeten gaan. Gewoon niks mee te maken. Klaar. Jongen. Gemiste kans.